Hoofdstuk 27. Het eerste treffen tussen de twee legermachten eindigt onbeslist. De voorste linie van koning Duncan, bestaande uit lichte infanterie ondersteund door boogschutters, tastte Morgenrad's linkerflank af met een snelle uitval, maar trok zich snel weer terug toen deze een bataljon zware infanterie inzette om zijn troepen daar te versterken. De lichtbewapende verkenners trokken zich terug in de relatieve veiligheid van de linies. Intussen bleven de wargels langzaam maar zeker verder optrekken. Duncan zond nu een compagnie zware cavalerie op de linkerflank van de wargels af, maar deze hergroepeerde zich snel vanuit de lange kwetsbare marsorde in rotte van vier tot de weliswaar trager maar beter te verdedigen vierkant, dat zo snel het kon terugweek voor de gevreesde paarden en hun ridders. Dit bleef gedurende de uren daarna het vaste patroon. Kleinere eenheden tasten de weerbaarheid van de defensie van de tegenpartij af. Daarop reageerde deze door versterkingen te sturen, waarop de aanvallers weer afdropen. Harald, Verguut en Tyler stonden te paard naast de koning op een kleine heuvel, van waar ze alles goed konden overzien. Krijgsmeester David deed juist weer een uitval met een kleine groep ridders. "Ik krijg er wat van, al het gehene weer," mopperde baron Harald. De koning glimlachte naar hem. Hij was gezegend met een van de belangrijkste eigenschappen van een goede bevelhebber, een oneindig geduld. "Morgenrad wacht rustig af," zei hij. "Hij wacht tot Horth en zijn leger achter ons opduiken. Dan pas valt hij aan, let op mijn woorden." "Laten wij dan het initiatief nemen," bromde Verguut. Maar Duncan schudde zijn hoofd, wijzend op het terrein net voor de linies van Morgenrad. "De grond is me daar veel te nat en drassig," zei hij. "Dat beperkt het nut en de inzetbaarheid van onze belangrijkste wapen, de zware cavalerie. We wachten rustig af tot Morgenrad ons aanvalt. Dan vechten we tenminste op terrein dat we zelf uitgezocht hebben." Achter hen klonk gehaast hoefgekletter. Het koninklijk gezelschap keek om en zag hoe een koerier zijn paardenheuvel opdreef. De boodschapper hield de teugels in en keek rond tot hij het blonde hoofd van de koning zag. Daarna gaf hij zijn ros weer de sporen en kwam slippend naast hen tot stilstand. Aan zijn groene bovenkleding met lichte maliënkolder en een smal zwaard kon je zien dat het een verkenner was. "Majesteit," hijgde hij, "ik breng een boodschap van heer Vincent." Vincent was de aanvoerder van het verbindingskorps, de oren en de ogen van de koning tijdens de veldslag, die overal dwars door alle linies bevelen en rapporten verspreidde. Duncan knikte en gaf aan dat de man permissie had te spreken. De ruiter moest enkele keren slikken en keek bezorgd en angstig naar de koning en zijn drie baronnen. Onmiddellijk besefte Aarhal dat de man geen goed nieuws te melden had. "Sire, heer Vincent groet u beleefd en moet u melden dat erop blijkt dat er achter ons Scandiërs naderen." Er klonken verbaasde kreten uit een groep jongere officieren die om de bevelhebbers heen stonden. Verguut richtte zich tot hen met gefronste wenkbrauwen. "Rustig, mannen," beet hij hen toe. Meteen verstomde het geroezemoes. Je zag dat ze zich schaamden voor hun gebrek aan discipline. "En waar precies bevinden zich die Scandiërs en hoeveel zijn het er?" vroeg Duncan rustig. Zijn kalmte stelde ook de boodschapper gerust. Dit keer antwoordde hij met meer zelfvertrouwen. "Een eerste groep is net opgedoken op die lage heuvelrug, daar in het noordwesten, majesteit. Tot op heden zijn het er een stuk of 100, voor zover we kunnen zien. Heer Vincent laat weten dat u het beste zicht op zult hebben vanaf die heuveltop daar, links achter u." De koning knikte en wendde zich tot een van de jongere officieren. "Ranald, rij jij naar heer David en meld hem dat deze nieuwe ontwikkeling. Zeg hem ook dat wij ons bevel verplaatsen naar de heuvel daar ginds, zoals Vincent heeft voorgesteld." "Sire," antwoordde de jonge ridder, draaide zijn paard om en galoppeerde de heuvel af. De koning wendde zich tot zijn metgezellen. "Heren, laten we dan maar eens naar die Scandiërs gaan kijken, wat?" Baron Harald duurde met half dichtgeknepen ogen naar het groepje mannen op de heuvel achter hen. Zelfs op die afstand konden ze duidelijk de horens op de helmen onderscheiden en de reusachtige ronde schilden. Een kleine groep liep vooruit. Ze waren de heuvel al af en zo nog duidelijker te onderscheiden. En even duidelijk zichtbaar was de typisch Scandische aanvalsformatie die ze gekozen hadden. Ze trokken op met een vooruitgeschoven punt, als een pijl. Hij schatte dat er nu in totaal een paar honderd zichtbaar waren. En God weet hoeveel er nog achter de heuvel zaten.
Harald voelde hoe de moed hem in de schoenen zonk. Dat die Scandiërs daar waren kon maar één ding betekenen, dat Halt gefaald had. En Halt kennende betekende dat de oude grijze jager hoogstwaarschijnlijk al strijdend ten onder gegaan was. Halt was gesneuveld. Harald wist dat hij zich nimmer en nooit zou overgeven. Zeker niet nu het voorkomen van een Scandische aanval van achteren zo belangrijk was. Dankend verwoordde wat iedereen dacht. Nou, dat zijn Scandiërs, geen twijfel mogelijk. Hij keek om zich heen. Heren, er is dus geen sprake van dat wij de aanval beginnen. Wij zullen ons moeten verdedigen. Ik stel voor dat we onze manschappen hier rondom deze heuvel terugtrekken. Als we al van alle kanten aangevallen worden, dan is deze plek even geschikt als welke andere dan ook. Allen wisten dat het nu niet meer lang zou duren voordat Morgarad zijn aanval zou beginnen. Hij zou hen vermorzelen tussen twee kaken van de val die hij voor hen gezet had. Er komt een ruiter aan, riep een van de officieren en wees. Iedereen draaide zich weer om. Uit een bosje rechts van de heuvel kwam een snelle eenzame ruiter gereden. Hij werd achtervolgd door een paar Scandiërs die hem met speren bestookten. Maar de ruiter lag plat op zijn paard, zijn grijsgroene mantel wapperend in de wind. Ze moesten de achtervolging al snel staken. Het is Gilan, mompelde baron Arald voor zich uit. Hij herkende eerst het bruine paard. Vergeefs zocht hij naar een tweede jager achter Gilan aan, tegen beter weten in, hopend dat ook Halden overleefd had. Maar niets. Zijn schouder zakte naar beneden terwijl hij besefte dat Gilan de enige overlevende leek van ridders die zich zo dapper door het doornbos hadden geworsteld. Gilan was de heuvel af en reed nu zo hard als hij kon over de vlakte op en af. Uit de verte zag hij op de heuveltje de koninklijke standaard wapperen en hij stuurde Bles daar rechtop af. Een paar minuten later hield hij naast zijn halt, onder het stof, een mouw van zijn tuniek gescheurd en een bebloed verband om zijn hoofd. Heer, hijgde hij, de koninklijke etiketten latend voor wat hij was, Halt zegt dat u... Verder kwam hij niet, want tenminste vier mannen onderbraken hem. Maar de stem van Vergut kwam boven alles uit. Halt, leeft hij dan nog? Gilan grijnste breed. O, zeker, heer, die is nog springlevend. Maar die Scandiërs dan, begon koning Duncan. Hij wees op de legermacht die uit het noorden dreigde. Van de Scandiërs heeft u niets meer te vrezen, sire. We verrasten hen volledig. We hebben hen finaal in de pan gehakt. De mannen die u ziet, dat zijn onze eigen boogschutters, maar dan vermomd met de helmen en de schilden van de vijand. Dat was ook een ideetje van Halt. En waar is dat vervelende grapje goed voor? Vroeg Arald enigszins gepikeerd. Gilan antwoordde hem, na zich met een hoofdknikje verontschuldigd te hebben bij de koning. Om Morgarad uit om de tuin te leiden natuurlijk. Die verwacht niet anders dat de Scandiërs ons van achteren aan zullen vallen. En nu ziet hij dat gebeuren, precies zoals hij gepland heeft. Daarom deden ze ook net alsof ze me tegen wilden houden. Maar onze cavalerie staat achter die heuvel klaar. Halt stelt voor dat hij met de boogschutters optrekt, waardoor u zich omdraaien moet. Met een beetje geluk valt Morgarad dan van voren aan met zijn wargals, en dan wijken de boogschutters en uw hoofdmacht ineens uiteen, zodat de cavalerie, die zich tot dan verborgen heeft gehouden, dwars door de linies naar voren kan stormen en Morgarad frontaal kan aanvallen, zodra hij uit het drassige stuk gekomen is. Wat een fantastisch plan, zei Duncan enthousiast. We zullen dan ook zoveel mogelijk stof doen opwaaien en lawaai maken, zodat Morgarad niets in de gaten heeft, totdat opeens die ruiters over hem heen walsen. Ja, en dan kunnen we met onze zware cavalerie, de wargals bovendien aan twee kanten tegelijk aanvallen. De nieuwe spreker was heer David. Niemand had gemerkt dat hij op de heuvel aangekomen was, terwijl Gilan Halt's plan voorlegde. Even aarzelde de koning nog. Hij trok aan zijn korte baard, maar toen knikte hij. Zo gaan wij het doen, zei hij vastbesloten. Heer, doet wat u moet doen. Vergut en Arald, jullie nemen elk een deel van de zware cavalerie naar links en naar rechts op de flanken en blijven daar klaarstaan. Tyler, jij neemt het bevel over de infanterie in het centrum. Zorg dat iedereen weet dat het geen echte aanval is van die zogenaamde Scandiërs. Maar laat ze wel allemaal schreeuwen en met hun zwaarden op hun schilden slaan, zodra ze onze achterhoede bereikt hebben. We zorgen ervoor dat het er niet alleen als de veldslag uitziet, maar dat het ook zo klinkt. En dan, als er drie keer een hoornsignaal klinkt, dan moeten ze ineens uit elkaar gaan en het pad vrijmaken voor de ridders te paard. Drie hoornstoten, begrepen sire, antwoordde Tyler. Hij gaf zijn paard de sporen en galoppeerde weg om zijn soldaten te instrueren. Duncan keek de overgebleven bevelhebbers één voor één aan.
Aan de slag, heren. Veel tijd hebben we niet. Achter hen riep nog een van de nietsvermoedende officieren. Sire, de Scandiërs komen de heuvel af. En een seconde of later echoed een andere man. Sire, de Warhols vallen aan. Duncan grimlachte naar zijn onderbevelhebbers. Heren, het is tijd om Morgarad een kleine verrassing te bezorgen. Hoofdstuk 28. Vanaf zijn centrale positie bezag Morgarad de ogenschijnlijke verwarring in het kamp van koning Duncan. Paarden galoppeerden van hot naar her, soldaten draaiden zich 180 graden de andere kant op. Overal klonk ordeloos geschreeuw. Die wanordelijkheid galmde over de vlakte en reikte tot ver in de gelederen van de heer van nacht en ontij. Morgarad ging in zijn stijgbeugel staan. In de verte, op de rand van de heuvels ten noorden van het leger van de koning, zag hij beweging. Het werd snel duidelijk dat zich daar een derde legermacht opstelde om de vlakte op te trekken. Hij probeerde scherper te zien. Het zou volgens plan Hoth moeten zijn, maar door de wolken stof die de twee legers voor hem opwierpen, waren details moeilijk te zien. Hoewel het grootste deel van Morgarad's troepen bestond uit willeloze Warhols, via hypnose aan hem onderworpen, werd de heer vannacht in ontij omringd door een klein selecte groep mannen die hij had toegestaan hun eigen wil en hersenkracht te behouden. Landverraders, misdadigers, bandelingen uit heel het land. Ook het kwaad heeft zijn aantrekkingskracht en Morgarad's vertrouwelingen waren zonder uitzondering meedogenloze misdadigers. Maar naast koelbloedige bordenaars waren het ook goed getrainde krijgers. Een van hen kwam nu naast Morgarad gereden. Heer, riep hij grijnzend uit, de barbaren zijn achter Duncan opgedoken, ze vallen hem nu aan. Morgarad stond de jonge man naast hem, van wie bekend was dat hij heel scherp zag, een glimlachje terug. Weet je het wel zeker? Vroeg hij toonloos. De geheel in het zwart gestoken luitenant knikte vol zelfvertrouwen. Je kan duidelijk die belachelijke helmen zien en de ronde schilden, heer, alleen Scandiërs willen die dragen. En zo was het. Er waren meer troepen die ronde schilden hadden, maar die van de Scandiërs waren enorm groot, gemaakt van hardhout met ijzeren doppen en meer dan een meter in doorsnee. Alleen de Scandiërs met hun enorme armspieren, getraind door het roeien op zee, konden die dingen langere tijd omhoog houden en tegelijk nog vechten ook. Kijk dan, heer, de vijand draait zich al naar hen om. En inderdaad leek het erop. De voorste linies van het leger recht eroverheen waren duidelijk in verwarring. Velen hadden zich al helemaal omgedraaid. Er werd steeds meer en harder geschreeuwd. Morgarad keek naar rechts en zag de heuvel met erop het standaard van de koning, het vijandelijk opperbevel. Ook daar stond de ruiters druk naar het noorden te gebaren. Morgarad glimlachte. Ook al miste hij de extra troepen die over de brug hadden moeten komen, zijn plan zou toch nog werken. Duncan's leger zat immers nog klem tussen de hamer van de Scandiërs en het aanbeeld van zijn eigen Warhols. We vallen aan, zei hij zonder stemverheffing. Toen de heraut naast hem de woorden niet bleek te verstaan, draaide hij zich om en striemde de arme Warhol uitdrukkingsloos met zijn rijzweep over het gezicht. Geef het signaal voor de aanval, herhaalde hij, niet luider dan daarvoor. De Warhol vergat de pijn van de zweepslag en het bloed dat hem in de ogen stroomde. Hij nam zijn hoorn en blies 4 oplopende tonen. Overal in de gelederen van de Warhols deden de commandanten 1 stap naar voren, elk om 100 meter 1. Ze hieven hun kromme zwaarden in de lucht en riepen de eerste klanken van de Warhol-kadans. En als een machine nam het hele leger unisono het gezang over. Dit keer in het tempo van een trage draf. Het begon te bewegen in de richting van de vijand. Morgarad liet eerst een half dozijn linies aan hem voorbij trekken. Daarna pas gaven hij en zijn metgezellen hun paarden de sporen en volgden de soldaten. Het kille hart van de heer van nacht en ontij begon sneller te kloppen. Zijn ademhaling werd onrustig. Dit was waar hij 15 jaar lang had op zitten broeden. Het moment waarop hij jaren had gewacht, hoog in zijn winderige en druilerige bergland. Geduldig had hij zijn Warhols getraind, tot hij een onoverwinnelijk leger bezat. Ze hadden geen eigen gedachten meer. Ze kenden nauwelijks nog angst. Ze waren onverzettelijk. Hoeveel verliezen ze ook leden, ze zouden altijd doorgaan. Ze hadden eigenlijk maar 1 zwak punt. Ze waren bang van paarden. En zeker van ridders te paard. In de bergen hadden ze nooit paarden gekend. Het was hem ook nooit gelukt de wezens zo te conditioneren dat ze een ridder te paard durfden of konden aanvallen. Hij wist dus dat hij veel verliezen zou leiden door de cavalerie van Duncan. Maar daar zat hij niet over in.
Elke normale veldslag zouden de ridders van de koning in hun voordeel beslissen. Maar nu zij hun aandacht moesten verdelen tussen enerzijds de Wargals en anderzijds de zwaar bewapende Scandiërs, zouden ze met te weinig zijn om hem tegen te kunnen houden. Dat de overwinning aan zijn eigen kant enorme verliezen zou kosten, interesseerde hem niet. Als hij Duncan maar zou verslaan, dan was geen offer, en zeker niet dat van anderen, hem te groot. Duizenden marcherende voeten deden enorme stofwolken opwaaien. Overal om hem heen klonk het ritmische gezang van zijn troepen, een primitief ritme van haat en kwaad. Morgenrad begon te lachen, eerst zachtjes, maar allengs harder en uitgelatener. Eindelijk was zijn dag gekomen, dit was zijn moment, dit was zijn lotsbestemming. Zijn hart was pikzwart, hij was meedogenloos, hij was het kwaad in eigen persoon, hij was de heer van nacht en ontij. Hij was ook helemaal niet goed bij zijn hoofd, zoveel was wel duidelijk. Sneller, schreeuwde hij, terwijl hij zijn reusachtige zwaard uit de schede trok en in grote cirkels boven zijn hoofd zwaaide. De Wargals hadden die aansporing niet eens meer nodig. Hij hield hen met zijn geest volledig onder controle. Het tempo van hun ritmisch gezang ging omhoog. Het zwarte leger trok sneller en sneller vooruit, recht op de vijand af. Die leek compleet in verwarring te zijn. Eerst hadden ze zich omgekeerd naar de nieuwe vijand, de Scandiërs. Nu zagen ze achter zich de oorspronkelijke vijand optrekken. Ze leken te aarzelen en te twijfelen. Maar toen klonken er 3 hoornsignalen, die hun om duistere redenen leken te vertellen wat hun te doen stond. Ze weken als bij toverslag uiteen, waardoor een enorm gat in hun linies viel. Morgenrad slaakte een verrukte kreet. De overwinning was aan hem. Hij zou zijn heerscharen dat gat indrijven, de legers van Duncan zou hij splijten en vermorzelen. Zodra de linies verbroken waren, was zijn leger verloren. Dan was er geen bevelstructuur meer en was het eigenlijk overslagen. Deze vijand was duidelijk al in paniek en gaf hem ook nog eens de gelegenheid om een diepe wicht te slaan in hun gelederen, tot in het hart van hun troepenmacht. Het leek zelfs alsof hij door zou kunnen stoten naar de standaard van de koning, op dat heuveltje daar, waar ongetwijfeld de aanvoerders van het leger hem in groeiende paniek stonden op te wachten. Naar rechts, schreeuwde Morgenrad, en wees met zijn zwaard naar het koninklijke vaandel en wimpel, en weer hoorden de Wargals dat bevel zowel met hun oren als rechtstreeks in hun brein. Als één man bogen ze zich van de eerdere pad recht op de opening in de vijandelijke gelederen af. Maar toen ineens hoorde Morgenrad dwars door het eentonige zang van zijn troepen een nieuw geluid. Een aanzwellend gedreun. Een onverwacht dof gedreun. Het gedreun van honderden aanstormende paardenhoeven. De aarzeling in Morgenrads brein versterkte zich onmiddellijk in die van zijn manschappen. De aanval stokte. Vloekend en tierend dreef hij zijn halve mensen voorwaarts. Maar steeds luider klonken de hoefslagen en door de opgewaaide wolken stof heen zag hij ineens beweging. Angst sloeg hem om het hart, een angst die ook zijn Wargals voelde. Ze bleven staan. En voordat hij hen weer met zijn brein kon voortgeeselen, leken de gordijnen van stof uiteen te wijken. Dwars door de vijandelijke linies kwam daar ineens de cavalerie aangestormd. Nog maar minder dan 100 meter waren zijn troepen verwijderd. Geen tijd meer om de troepen te herschikken. Geen tijd meer om een defensief vierkant van schilden te vormen. De enige manier waarop ze zich als infanteristen hadden kunnen verdedigen tegen een aanval van ridders te paard. Zwaar gepantserd sloegen de ridders nu hun eigen weg, dwars door de voorste linies van de Wargals, waardoor hun hele slagorde opengebroken werd. Ze drongen door in het hart van Morgenrads legermacht, en hoe verder ze kwamen, hoe breder de bres die ze sloegen, precies op de manier die Morgenrad zelf voor ogen gestaan had. Nu klonk er in de verte 1 lange klaroenstoot. Morgenrad ging weer rechtop in de stuifbeugel staan en zag hoe zich links en rechts vanuit Duncans leger nog meer cavalerie losmaakte om zich even later in zijn beide flanken te storten. Plotseling besefte hij dat hij zich in de meest onaangename positie had laten lokken, zonder dekking, midden in een open terrein waar Duncans cavalerie optimaal ingezet kon worden en de maximale schade zou berokkenen. De Wargals werden nu van 3 kanten geconfronteerd met het enige wapen dat hun angst aan kon jagen. Morgenrad merkte hoe een eenvoudige brein zich overslagen voelde. Nog eenmaal probeerde hij hem met al de kracht van zijn wil door te laten vechten, maar hun angst was te sterk geworden. Krijzend van woede beval hij de Wargals toen maar terug te trekken. Hij dwong zijn paard om zijn as te draaien en sloeg zich, gevolgd door zijn bende getrouwen, met zijn zwaard een weg dwars door zijn eigen troepen. In de driestappas
ontstond inmiddels een vreselijke opstopping, terwijl duizenden soldaten zich door de smalle kloof probeerden te persen. Daar kon zelfs Morgenrad niet meer ontsnappen. Hoewel hij helemaal niet aan ontsnappen dacht, hij had nog maar één wens, en dat was zich te wreken op die gehate lieden die wederom zijn plannen gedwarsboomd hadden. Hij beval de resten van zijn leger om een halve cirkel te vormen, een rug naar de steile rotsen die de weg terug zou versperren. Sidderend van woede probeerde hij te begrijpen wat hem zojuist overkomen was. De Scandische aanval was zomaar verdampt in het niets. En ineens begreep hij het. Die soldaten hadden weliswaar Scandische helmen en schilden gedragen, maar het was een valstrik geweest om hem de vlakte op te lokken. Dat ze die helmen en schilden hadden, betekende alleen maar dat Duncan eerder al Horth had weten te verslaan. En dat hij alleen kunnen gebeuren als er een legermacht dwars door het ondoordringbare doornbos geleid was. Door iemand die daar de weg wist. Iemand? Diep van binnen wist Morgenrad al wie dat iemand geweest moest zijn. Hoe hij dat wist, begreep hij zelf niet eens, of waarom. Hij wist dat het een grijze jager geweest moest zijn. En dat er maar één grijze jager was die dat kon en durfde. Halt. Zijn hart werd vervuld van een zwarte, bittere haat. Weer was het Halt die zijn droom 15 jaar lang gekoesterd om zeep geholpen had. Het was Halt, en Halt alleen, die voor de tweede keer meer dan de helft van zijn leger in het stof had doen bijten. Morgenrad beseft dat hij verloren had, maar wraak nemen op Halt, dat kon hij nog. En hij wist ook al hoe. Hij wendde zich tot een van de officieren naast hem. Hij is de vlag om wapenstilstand aan te bieden, beval hij. Hoofdstuk 29. Langzaam trok de hoofdmacht van het leger van de koning op over het slagveld, dat overal de sporen van de vernietigende slagkracht van de ridders vertoonde. Binnen een paar minuten hadden ze een klinkende overwinning behaald. In de tweede linie van het opperbevel reed Arnoud naast heer Roderick. De krijgsmeester had hem, vanwege zijn eerdere verdiensten voor het Rijk, uitverkoren tot schildknaap, en hij reed dus aan zijn linkerzijde. Dat was een hoge eer voor iemand die pas zijn eerste veldslag meemaakte, maar Roderick was van oordeel dat die eer meer dan verdiend was. Arnoud keek met gemengde gevoelens naar het slagveld. Enerzijds was hij een beetje teleurgesteld dat hij er tot dusver geen rol van betekenis had kunnen spelen. Aan de andere kant was hij ook wel opgelucht, want de werkelijkheid van de slag die zojuist geleverd was, bleek heel wat anders dan de romantische ideeën die hij daarover als kind had gekoesterd. Hij had zich zo'n veldslag altijd voorgesteld als een strak geregistreerd schouwspel, een soort ballet waarin koene ridders dappere daden verrichten. En, dat behoeft geen betoog, de rol van de dapperste aller ridders was daarbij steeds weggelegd voor Arnoud zelf. In plaats daarvan moest hij toezien hoe hij gestoken en gehakt en gehouwen werd, met veel bloed en stof en kreten van pijn die hij niet snel zou vergeten. Mannen zowel als wargals en paarden stierven bij bosjes, en hun kadavers lagen nu overal om hen heen als ledenpoppen op de grond. Het was allemaal te snel voorbij gegaan, het was heftig geweest, en dat had hem vooral in verwarring gebracht. Hij keek opzij naar heer Roderick. Het grimmige gezicht dat de krijgsmeester trok, zei hem dat het altijd zo ging en altijd weer zo zou gaan. Arnoud had een droge keel gekregen, hij probeerde te slikken, ineens twijfelde hij. Hij vroeg zich af of hij, zodra het er echt op aankwam, verlamd van angst zou raken. Voor de eerste keer in zijn leven drong het tot hem door dat in een veldslag mensen echt een vreselijke dood stierven. En dat hem dat een volgende keer zelf kon overkomen. Hij probeerde nog eens te slikken, met even weinig resultaat als daarnet. Morgenrad en de overgebleven soldaten stonden in defensieve slagorde aan de voet van de kliffen. Door de drassige grond voor hen kon de cavalerie van de koning daar weinig beginnen. De enige mogelijkheid was nog de infanterie naar voren te sturen en in een bloedig gevecht van man tot man de strijd af te maken. De normale legeraanvoerder had zich bij het resultaat neergelegd en had zich overgegeven om onnodig verlies aan levens te voorkomen. Zo niet Morgenrad. Duncan wist dat er niet onderhandeld zou worden, dus maakte iedereen zich klaar voor de laatste strijd. Het zou niet prettig worden, een zinloos en bloedig gevecht, maar een alternatief was er niet. De ruggengraat van Morgenrad moest en zou nu definitief gebroken worden. Desalniettemin, zei Duncan ernstig, terwijl zijn eerste linie halt hield op amper 100 meter van de laatste verdedigingslinie van de wargals, zullen we hun de kans geven zich over te geven. Hij haalde diep adem om zijn heraut op te dragen het signaal voor overleg te geven, toen er beroering ontstond in de voorste linies van de wargals. Sire, zei Gieland ineens,
Ze hijsten de wapenstilstandsvlag. Verbaasd keken de aanvoerders van het leger van de koning toe, terwijl de witte vlag zich ontvouwde. Hij werd omhoog gestoken door een wargelsoldaat. Van achter in de wargelrijen klonk nu een hoornsignaal, 5 oplopende noten achter elkaar. Het universele signaal dat de vijand wilde overleggen. Koning Duncan maakte verrast een gebaar, aarzelde even en wenkte toen zijn eigen heraut. We moesten maar eens luisteren wat hij te vertellen heeft, zei hij. Blaas een signaal maar. De heraut maakte zijn lippen nat en blies een signaal dat het voorstel aanvaard werd. Dezelfde 5 noten, maar dan in omgekeerde volgorde. Het is vast een truc, zei Halt grimmig. Morgenrad stuurt iemand om te onderhandelen en poetst intussen zelf de plaat. Hij zal vast en zeker. Zijn stem stierf weg, terwijl de wargals uit 1 week en er een forse gestalte naar voren gereden kwam. Enorm groot, enorm mager, geheel in zwarte wapenrusting en met een helm die zijn hoofd de aanblik van een roofvogel gaf. Het was zonder enige twijfel Morgenrad zelf die daar aangereden kwam. Halt's rechterhand greep onwillekeurig naar de pijlenkoker op zijn rug en binnen een seconde lag er een zware, elk panzer doorborende stalen pijl klaar op de pees. Koning Duncan zag Halt's gebaar. Halt, zei hij op scherpe toon, ik heb ingestemd met een wapenstilstand. Ik kan en zal je niet toestaan mijn woord te breken, zelfs niet tegenover Morgenrad. Het zojuist gegeven trompetsignaal garandeerde de veiligheid van de onderhandelaar en met tegenzin moest Halt dus zijn pijl weer terugsteken in de koker. Duncan keek Arald aan en gaf hem een teken dat hij Halt in de gaten moest houden. Halt haalde zijn schouders op. Als hij besloot om toch een pijl door Morgenrads hart te jagen, dan was niemand snel genoeg om hem tegen te houden. Baron Arald niet en niemand anders. Langzaam kwam op de gierlijkende gestalte op hen af, voorafgegaan door zijn standaard. En steeg een geroezemoes op uit de gelederen van de koning, nu de meesten voor de eerste keer oog in oog stonden, met de man die de afgelopen 15 jaar een constante bedreiging voor hun leven en welzijn betekend had. Morgenrad hield Halt op niet meer dan 30 meter voor de voorste linie. Hij kon het koninklijk gezelschap, dat ook naar voren gekomen was, nu goed zien. Hij knipte zijn ogen tot spleetjes toen hij daarbij de kleine gestalte in een groen-grijze mantel op een ruwharige pony ontwaarde. Hij trok zijn vizier omhoog. De snavel stond nu recht overeind, zodat hij nog groter leek. Duncan, riep hij. Zijn kille stemgeluid sneed door de plotselinge stilte. Ik eis mijn rechten op. Rechten heb je niet meer, Morgenrad, antwoordde de koning. Je bent een opstandeling, een verrader, een moordenaar. Geef je over en je mannen zullen gespaard blijven. Dat is het enige recht dat ik je gun. Ik eis een duel om mijn rechten te krijgen. Ik wil dat onze strijd in een gevecht van man tot man beslist wordt, schreeuwde Morgenrad terug, zonder acht te slaan op de woorden van de koning. Of ben je daar te laf voor, Duncan? Durf je die uitdaging niet aan? Wil je nog duizenden mensen laten sterven terwijl jij je achter hen verborgen houdt? Of durf je het aan het lot te laten beslissen? Even was Duncan van zijn stuk gebracht. Morgenrad wachtte rustig af en zichzelf grijnzend. Hij kon wel raden welke gedachten door het hoofd van de koning en zijn dienaren speelden. Zijn aanbod zou immers inderdaad het leven van duizenden kunnen sparen. Arald reed tot naast de koning en zei verontwaardigd, die man heeft helemaal geen recht op privileges van een edelman. Het enige wat hij verdient is opgehangen te worden aan de dichtstbijzijnde boom. Dat en niets anders. Een aantal anderen mompelden instemmend. Maar anderzijds, zei Halt kalm, en iedereen keek hem verwachtingsvol aan. Het is natuurlijk wel een uitweg uit het dilemma waar we voor staan. De wargals doen blindelings wat Morgenrad wil. We kunnen de paarden niet meer inzetten en dat betekent dat ze zich dood zullen vechten, zolang hij dat wil. Dat betekent ook duizenden doden aan onze kant. Als Morgenrad in een gevecht van man tot man uitgeschakeld kan worden. Tyler onderbrak hem en maakte zijn zin af. Dan zijn de wargals in één klap stuurloos. Waarschijnlijk houden ze dan meteen op het vechten ook. Duncan leek onzeker. Maar we weten niet zeker, begon hij. Heer David van Karwei onderbrak hem op zijn beurt. Sire, we kunnen het altijd proberen. Ik denk dat Morgenrad hier net iets te slim probeert te zijn. Hij beseft dat we als ridders deze kans om een eind te maken aan de oorlog niet zomaar kunnen laten lopen. Hij heeft vandaag gegokt en hij heeft verloren. Hij heeft nu nog maar 1 ding voor ogen en dat is u doden, als wraak. En wat wilt u daarmee eigenlijk zeggen, vroeg Duncan?
Nou, in mijn functie als krijgsmeester van de koning kan ik persoonlijk toch elke uitdaging aan uw adres aannemen, sire. Daarop had iedereen tegelijk iets te zeggen. Morgenrad was misschien een formidabele tegenstander, maar heer David won nog steeds alle toernooien die in het Rijk gehouden werden. Net als zijn zoon was hij een leerling van de befaamde zwaardmeester Mernaal en zijn eigen vaardigheden waren legendarisch. David ging gretig verder. Morgenrad wil de regels van het ridderschap misbruiken om de kans te krijgen u te doden, sire. Het is duidelijk dat hij daarbij vergeet dat u zich als koning kunt laten vertegenwoordigen door uw eigen kampioen. Laat hem dus rustig u uitdagen, maar laat mij dan de uitdaging accepteren. Duncan overwoog dit idee. Hij keek de kring van zijn adviseurs rond en zag dat ze het, zij met tegenzin, accepteerden. Hij kwam tot een besluit. Goed, zei hij. We zullen hem het recht op een tweegevecht gunnen. Maar iedereen houdt zijn mond als we het accepteren. Iedereen. Niemand zegt iets behalve ik. Is dat duidelijk? De raadsheren knikte. Als de uitdaging geaccepteerd werd, was dat definitief en onherroepelijk. Duncan ging rechtop staan in zijn stijgbeugels en riep naar de angstaanjagende gestalte in de verte. Morgenrad, hoewel wij van mening zijn dat jij al je rechten als ridder overspeeld hebt, willen we accepteren dat je me uitdaagt voor een duel. Zoals je het zelf verwoordde, laat het lot beslissen. Morgenrad liet zijn glimlach nu breder worden. Iedereen mocht hem nu zien. Hij had weer gewonnen. Maar daarnaast spoelde de kille haat die gevoelens weer weg, terwijl hij zijn ogen richtte op de onaanzienlijke gestalte net achter de koning. Nu dan, zoals mijn recht is voor God en koning, zei hij, zorgvuldig de oude formule herhalend, en voor alle hier aanwezig, daag ik uit om te bewijzen dat mijn zaak rechtvaardig en rein is. Hij kon het niet laten om hier even op te houden en te genieten van het moment. Halt de grijze jager! Verbijsterd zweeg iedereen. En toen, terwijl Halt Abelard al naar voren dreef om de uitdaging aan te nemen, werd hij tegengehouden door Duncan's kreet. Nee! Halt's ogen schitterden vervaarlijk. Sire, ik waag het erop, zei hij grimmig. Maar Duncan stak zijn arm uit om hem tegen te houden. Halt is geen ridder, dus kun je hem niet uitdagen, riep Duncan naar Morgenrad. Maar die haalde zijn schouders op. Luister, Duncan, ik kan uitdagen wie ik wil. En iedereen kan mij uitdagen. Ik mag alleen een uitdaging van een andere ridder niet weigeren. Maar verder mag ik doen wat me goed dunkt. En ik kan kiezen wat ik wil. En ik kan Halt verbieden je uitdaging aan te nemen, snerpte de koning. Morgenrad lachte minachtend. Ach, Halt, verberg je je nog steeds achter anderen? Echt een laffe stiekemert als alle jagers. Heb ik je al verteld dat we een van jullie jonkies gevangen hebben? Hij wist dat de grijze jagers altijd pal stonden voor elkaar. Hij hoopte dat hij Halt woedend zou maken door dat nieuwtje, dat hij een van hun leerlingjagers gevangen hield. Hij was nog zo klein dat wij hem bijna teruggegooid hebben in het water. Maar toen dacht ik dat we hem maar moesten houden om lekker te martelen. Dan is er straks tenminste één spionerende gluiperd minder. Halt voelde het bloed wegtrekken uit zijn gezicht. Er was er maar één op wie Morgenrad kon doelen. Woedend dreef hij Abelard naar voren. Heb je wil? Vroeg hij, kalm maar indringend. Morgenrad voelde weer triomf. Het was nog beter dan hij gehoopt had. Het was duidelijk dat Halt dat joch persoonlijk kende. Morgenrad voelde zich blij worden. Zou het misschien zelfs wel Halt's persoonlijke leerling kunnen zijn? Ineens wist ze instinctief dat het geval was. Ja, Halt, wil is bij ons, antwoordde hij, maar niet lang meer natuurlijk. Halt voelde hoe woede en haat tegen de gier tegenover hem bijna de overhand kregen. Vele handen probeerden hem nu tegen te houden, maar hij dreef zijn pointen naar voren tot recht tegenover Morgenrad. Dan, Morgenrad, dan accepteer ik maar al te graag. Halt, nee, ik beveel je te stoppen, riep Duncan hem overschreeuwend. Maar toen werd ieders blik ineens getrokken door een plotseling beweging uit de tweede linie van het leger. Een ruiter kwam naar voren gestormd, de korte afstand tussen hem en Morgenrad in een oogwenk afleggend. De heer van nacht en ontij greep naar zijn zwaard, maar besefte dat het wapen van de nieuwkomer nog niet eens uit de schede was getrokken. In plaats daarvan hief deze zijn rechterhand en wierp met kracht zijn handschoen recht in het magere, bleke gezicht van de oudere man. Morgenrad, schreeuwde de jongen met overslaande stem, ik daag je uit tot een duel. Arnoud dreef zijn paard enkele stappen achteruit en wachtte kalm op het antwoord van Morgenrad.